Alles gaat heen en weer, een beetje aan het ademen. You know the fucking concept. Dag flitsende vriendinnen, ik ben Ellie. En ik ben Bastiaan. En welkom in ons drugslab. Ja, twee keer per maand proberen wij verschillende soorten drugs uit om te kijken wat voor effect het heeft op ons lichaam. En ben je nou benieuwd naar een bepaalde soort drug of een locatie waar we die drug kunnen gaan gebruiken? Laat het dan even achter hier in de comments. Ja, en Tom Barry King en Daniela Bravo. Ja, en Knockout Para Un Final en Glenn Salvese. Die willen eigenlijk mij zien aan de... San Pedro. Ja. Maar dat gaan we niet hier doen, nee. Want ik denk dat het hier te heftig is als je het hier gaat doen. Ja. En we willen het ook op een spirituele manier aanpakken. Ja, dus ik ga echt op een ceremoniële manier San Pedro nemen. En ik vind het echt tieten spannend. Ja, maar je bent er wel klaar voor, toch? Ja. Oké, okay, nou, dus ik zou zeggen, doe je tripjurk aan. Ja, en we gaan we die man aan. We zijn er! Ja. Ja, en we zitten nu in een yurt en dat is echt vet mooi. Dus ik denk dat je hier echt een leuke trip kan beleven. San Pedro is een cactus en wij hebben hier gedroogde San Pedro. Ja, het is echt een poeder en ja, het ruikt misschien een beetje naar een beetje theeig, maar niet heel heftig. De San Pedro cactus is afkomstig uit het Andesgebergte en geschat wordt dat het al 3000 jaar gebruikt wordt. En het wordt nog steeds gebruikt bijvoorbeeld bij ceremonies. Ja, en inname kan leiden tot visioenen of bepaalde inzichten. Er zijn mensen die ook een beetje gaan hallucineren. Best een spiritueel goedje. Mm-hmm. We hebben een ceremonieleider dat hij mij zo meteen gaat begeleiden in mijn trip. Je kan gaan innerlijk reizen. Ja, ik vind het wel spannend en ik ben wel blij dat we nu... in zo'n mooie omgeving zijn en dat de trip ook misschien een beetje gestuurd kan worden. Ja, precies. De ceremonieleider heeft 25 gram bepaald. Eigenlijk hangt het een beetje af van de sterkte van de cactus, dus je weet nooit precies hoe intens iets gaat zijn. Nee, dus klopt. Het kan, zeg maar, voor mij kan 25 gram zometeen heel heftig zijn, maar voor iemand anders kan het ook veel minder heftig zijn, omdat hij minder sterke cactus heeft. Nou, en we hebben het in poedervorm en dat mengen we straks met appelsap, want het is echt super vies, weet ik uit ervaring, want het is echt van die dikke drap wat je moet drinken. Maar je moet wel even doorzetten, ja. Want we willen wel het effect zien. Ja. En je kan natuurlijk misselijk worden ervan en daarvoor heb ik gember en dan gaat de misselijkheid een beetje weg. Oké. Okay. Ja? Ja. Maar voordat ik de San Pedro ga drinken, ga ik eerst gesmutst worden door de ceremonieleider. En dat is? Ritueel reinigen. Alsof je een soort van hele bittere aarde drinkt. Nou, je moet de San Pedro cactus rustig drinken, omdat als je het heel snel gaat drinken, kan het effect veel te heftig worden in één keer. En je kan er heel erg misselijk door worden. Dus gewoon lekker je tijd nemen. We hebben alle tijd. Aan de ene kant moet ik blij zijn dat ik eindelijk iets naar binnen krijg, want je mag 6 uur van tevoren niet eten. Tenminste, dat wordt aangeraden, zodat het beter wordt opgenomen en ook dat het de kans op spugen vermindert. Ik had op zich wel een beter ontbijtje in gedachten. Nog één slok en dan ben je er vanaf. Kan je het nog aan? Ja, ik ben nu al misselijk. Uh-huh. Oké. Okay. Oh, goed gedaan. Ik ben helemaal een beetje van slag. Ja, was het heel vies, ja, hè? Ja, het is echt, echt vies. Ja. Oké, we zijn een uur verder. Ja. En hoe voel je? Ik merk dat ik de hele tijd moet lachen. Ja. Maar ik ben wel echt zo misselijk. Ja, hè? Het zit echt tot hier. Ja, je ziet even hele grote pupillen. Echt? Ja. Ja, het voelt wel
alsof ik wel gelukshormoontjes heb. Ja. Ik ben ook een beetje wazig. Maar ik merk dat het zeg maar vast zit in mijn lichaam of zo. Ik zit een beetje... Mijn lichaam voelt ook niet lekker. Ik heb je een schrift en een pen gegeven. Ik ga muziek spelen. Ik neem deze tijd voor, om echt te mediteren. En echt stil te staan bij alles wat je niet meer dient. Wat je niet meer nodig hebt. Alles wat je wilt loslaten. En laat San Pedro jou maar vertellen wat hij denkt dat je moet loslaten. Tijdens mijn ceremonie waren er 4 momenten dat ik een opdracht kreeg. Eerst moest ik opschrijven wat ik allemaal wilde loslaten. Daarna wat ik mezelf zou beloven, waar ik dankbaar voor was. Daarna biechten. Ik vind als je moet biechten is over iets waar je dus dan... Het voelt dan alsof je er spijt van hebt. Terwijl ik juist vind dat ik het juist leuk vind van mezelf als ik niet heilig ben. Mm-hmm. Omdat ik zo'n drang heb om heilig te zijn. Maar dan is het voor jou geen zonde inderdaad. Nee. Het voelt niet als zonde, het voelt juist als bevrijding als ik dingen doe die niet mogen. Ja, ja, ja. Ik heb wel echt nog nooit zo'n beeld gehad als ik nu allemaal zie en doe. Het is wel echt een wijze plan dit. Een wild dier. Ik ben wel blij dat jij er bent om dit te begeleiden. Jezus. Heb je nog best wel leuk. Oh ja, totaal. Ik verloor mezelf ook helemaal. Alles gaat heen en weer, een beetje aan het ademen. Ja. Het voelt zeg maar alsof ik me er letterlijk aan moet overgeven. En figuurlijk. Het werd allemaal een beetje veel. Mm-hmm. Maar dat komt omdat ik... En alles is zeg maar aan het bewegen. En kleuren zijn veel intenser. En ik ben de hele tijd met mezelf in gesprek. Wel liefdevol. Maar ik merk wel dat ik de hele tijd gewoon tegen mezelf zit te praten. En net met en die muziek en die misselijkheid en, dat alle, en op een gegeven moment ook de woorden, alles ging zeg maar zo springen en dansen. Ja. Het is wel een fijne sfeer of zo, maar ik merk wel dat het veel meer me doet. Gewoon, het gaat alle kanten op even. Ja. Best veel heb ik ook geschreven. Ja. Mogen we het nog over die woorden hebben of niet? Dat ik heb namelijk een vraag aan jou, ja. Wat ik zag. Yeah. Kijk, jij hebt hier dingen opstaan als spanning loslaten, misselijkheid, nepheid, onrust. Maar dan, jouw moeder is natuurlijk overleden een paar jaar geleden. Waarom heb je je moeder erbij staan? Dat vraag ik me dan af. Want waarom zou je dat willen loslaten? Niet per se haar, maar wel nee. Al het zeer wat daar. Weet je, eerst was mijn moeder gewoon mijn moeder. Weet je, gewoon mooi en lief en leuk. Maar als iemand ziek wordt, kwamen er allemaal negatieve dingen bij. Mm-hmm. Nu opeens, eerst was mama gewoon iets moois. En nu staat mama aan pijn of zo. Want ik denk, ik wil niet meer dat het pijn doet. Ik wil gewoon weer als ik aan mama denk, dat ik gewoon weer aan iets moois denk. Mm-hmm. In plaats van alleen maar al die pijn. Ja. Dus dat bedoelde ik met, dat wil ik weg. Gewoon, natuurlijk denk ik met liefde aan haar, maar ook heel vaak, als ik alleen het woord moeder al hoor, dat ik dan denk, weet je. Ja. Terwijl dat had ik nooit. Dit is het moment. Ja. 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 Dan mag je nu plaatsnemen bij het vuur. En dan zegt de bedoeling dat je hardop aan het vuur, tegen het vuur, gaat uitspreken wat je allemaal los wil laten. En het ook echt van je lichaam afveegt. Dus als het om angst gaat of onzekerheid, dat je het echt van jezelf afveegt. Echt aan het vuur geeft. En hoe meer emotie, hoe meer kracht je erachter zet, hoe meer effect het zal hebben in je dagelijks leven. Oké. In ieder geval de drang. De
drang naar perfectie. Dat is echt onzin. En ik wil niet meedoen aan een soort nepheid. Ik wil dat ook van mijn moeder niet loslaten, maar ik wil wel het gevoel, de pijn die daar aan vast zit. Ik moet ook een keer uit mijn comfortzone gaan. Dat heb ik hier ook ingeschreven. Dat ik altijd wel de controle wil houden. Ik wil geen energie meer verspillen. Ik wil me opengeven aan het leven. Loslaten dat anderen iets over je te zeggen hebben. Want ik denk dat dit het wel is. Dat wil ik allemaal loslaten. Als ik mijn ogen dicht doe, is het echt heel heftig. Het is een soort van accepteren dat het intens en ongemakkelijk kan zijn. Ja, dat is het. Ik zit in een soort van magisch toverlandje. Het is zo intens. Het is niet normaal meer. Vind je het nou wel leuk? Nou ja. Ja, ik vind het wel leuk, maar ik ben wel echt blij dat er iemand bij is, want het is zo heftig, jongens. Alles beweegt. Mijn gedachten gaan van hot naar her. Soms ben ik er klaar mee. En de andere keer denk ik ook, nee, ik moet me eraan overgeven. Ja. Maar jeetje, Mina, dit is echt geen kinderwerk, hoor. Het is zeg maar alsof ik 2CB, truffels, paddo's, MDMA, wiet, hash, heftig, door elkaar heb gedaan. Dat is wel heel heftig. Het is zo heftig. En ondertussen heb ik ook hele duidelijke beelden, hele duidelijke ideeën. En weet ik waar ik het over wil hebben en waar ik over wil praten. Maar soms is het ook wel allemaal echt heel heftig. Ja, het is ook zo, als je dit gaat doen, bereid je goed voor natuurlijk. Van tevoren weet waar je aan begint. En zorg ook dat je de volgende dag gewoon lekker kan chillen. Want het is best wel een klap die je krijgt. Best wel intens wat je meemaakt ook. Ja. Dus de volgende dag ben je super moe. Ik heb ook het gevoel dat al mijn zintuigen openstaan. Alles is opeens wat, zeg maar. Normaal gesproken dan ben je alleen bezig met jou als mens of een kat, weet je wel. En nu heeft alles opeens betekenis. Dat ik dacht wat belangrijk is, dat is dat helemaal niet zo belangrijk. Ja, precies. Denk ik, waar zijn we nou mee bezig allemaal? Maar denk je ook dat... Maar dat is ook naar mezelf, hè. Dat ik denk, wat kan ik nou doen om de wereld een beetje mooier te maken? Het is zo makkelijk om je energie te geven aan kortstondige dingetjes. We zijn alleen maar op ons telefoontje. We zijn niet meer lol met elkaar aan het maken. En we doen alsof we vet veel om elkaar geven, maar eigenlijk geven we alleen maar om onszelf. En eigenlijk geven we ook niet eens om onszelf. Want als we echt om onszelf zouden geven, dan zouden we dat helemaal niet doen. Dan zouden we alles wat we nu aan het doen zijn, zouden we niet meer doen. Het belangrijkste is wat jij belangrijk vindt voor jezelf. Ja. En niet wat anderen. Nee, dus wat vind ik belangrijk? Ja. Heb je zin om even te schreeuwen of te rennen of zo of iets? Of... Ja, misschien. Ja, toch? Ja. Oké, schreeuw maar. Ja, maar jij moet meeschreeuwen. Fijn? Ja. Zo, hoe voel je je nu? Kapot. Ja, hè? Ik voel me echt wel blij en voel me heel, heel chill. Maar ik merk ook dat het wel echt... Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee, je ziet er wel ook heel moe uit. Ja, ik ben ook echt klaar. Hoor je het goed gaan? Zeker. Ja? Ik denk dat Nelly flink gegroeid is in de afgelopen paar uur. Ja. Top. Je bent wel een fijn mens. Ja. Dankjewel. Ja. Dat is wel echt heel belangrijk. Meer heb ik niet te zeggen. We gaan nog even lekker zitten en dan kijken hoe je je morgen voelt. Yep. Jongens, dit was echt super intens. Gewoon, er is ondertussen ook zoveel gebeurd. Het is gewoon heel heftig. Het was ook fijn, maar eigenlijk gewoon is er gewoon te kort tijd om dit in een day after snel te vertellen. Dus ik heb een verrassing voor jullie. Volgende week ga ik een special houden. En dan kunnen jullie in de comments al je vragen aan mij stellen over mijn San Pedro reis. Het kunnen persoonlijke vragen zijn voor mij, persoonlijk voor jou. Als je na deze video nog meer vragen over San Pedro hebt,
noem maar op. Je mag vragen wat je wil omtrent San Pedro. En dan ga ik gewoon alles vertellen wat, ja, wat er gewoon de afgelopen weken met mij is gebeurd. Want het was me nogal wat. Oké, heel veel kusjes en ik zie jullie vragen graag tegemoet. Tot volgende week. Doei!